Goedenavond, leuk dat je kijkt. Ik zit hier met mijn vader. Of nou, ik zit niet, hij zit, ik sta. Ik zit, ja. En ik ga wat mensen vragen stellen over hoe zij de natuur gebruiken om gezond en fit te zijn. En wat ze hebben met de natuur. Want mijn missie is om te laten zien hoe fantastisch de natuur is en hoe mensen die zelf kunnen gebruiken daarvoor. En ik interview dus allerlei super fantastische mensen. En deze keer, en het kan eigenlijk niet leuker, mijn vader op Vaderdag. En dat is de man voor wie ik mijn passie voor natuur heb. Dus nou, ik vind het super leuk dat je mee wilt doen. Wie ben je? Ik ga even kijken, even zo zitten. Wie ben je? En wat heb je met de natuur? Gert Slevenhoek. En ik ben vanaf mijn 10e een fanatieke vogelaar geworden. Ja. Een fanatieke vogelaar wil zeggen dat ik niet direct achter soorten aanjaag, maar gewoon het leuk vind om naar vogels te kijken, waar ik ook ben. Eigenlijk altijd als ik buiten ben, kijk ik naar vogels, luister je naar vogels. Het kan zijn dat je een gesprek aan het voeren bent met iemand en dat het gesprek ineens even stopt, omdat ik een gierzwaluw hoor of iets anders, of een groep ganzen overhoor komen. Ja. Herkenbaar. Misschien een mooi voorbeeld. We waren net getrouwd en toen woonden we in een klein huisje in de buurt van Staphorst. Daar zaten we in de buurt van een ganzengebied, de Barsbekerpolder bij Zwartsluis. En op een gegeven moment hoorde ik 's morgens vroeg, zaterdag, op een zaterdag was dat. We lagen nog lekker in bed en ineens hoorde ik een groep ganzen. Dus ik schijn heel snel mijn bed uitgesprongen te zijn. De deur uit om te kijken naar die groep koolganzen die overkwam. Oh, lachen ze. Ja, dat was echt lachen. Ja. Ja, dat gebeurt natuurlijk vaker. Je zou je moeder eigenlijk eens moeten interviewen over dat soort dingen. Die heeft dan een heel leuk voorbeeld. Iets met een lelijke eend en een botsing of zo. Dat staat niet zo. Maar goed, dat vraagt dan wel aan haar. Ja, dat had niet zo om met vogels te maken. Oh, dat is een ander verhaal. Maar dat maakt niet uit. Ik denk het wel, want iedereen doet dat volgens mij, maar de vraag is hoe gebruik je de natuur om gezond te zijn, fysiek? Veel lopen en fietsen. Dat is het eigenlijk. Ik wandel heel eind en ik fiets vooral veel. Ja. En ik kan ook eindeloos op sommige plekken, zoals dit plekje, kan ik uren zitten om gewoon om me heen te kijken en te genieten van wat ik hier zie. En ik heb hier al heel wat mooie dingen gezien. Ja. Ja, daar komen we zo, daar ben ik wel benieuwd naar. En mentaal, ja, dat zeg je eigenlijk. Mentaal is dus ook een ding om hoe je de natuur gebruikt daarvoor. Ja, lekker tot rust komen. Ja. Vroeger is een tijd geweest dat ik op deze plek, toen stond hier nog een bankje. Ja, ik zal even iets zien. Dat ik hier mijn grote vakantie begon. En dan kwam ik hier 2-3 keer per jaar. En later is dat veel meer geworden, maar dan liep ik hier naartoe. Ja. En een goede kennis van me die zei eens een keer van, dan plof ik neer op een bankje, neem een slok lauwe thee, dat had ik nooit bij me, maar dat was wel een aardig idee. Stak een sigaar op en daar genoot ik van lekker vakantie. Oh, wat leuk zeg. En dan lekker in het bos en dan was ik altijd in de zomer, dus dan hoor je en zie je ook nog allerlei vogels natuurlijk. Ja, het was geweldig leuk om dat te doen. Heerlijk rustig. Ja. En ik zeg wel eens, vakantie zit tussen je oren, want je kunt ook in je eigen achtertuin op vakantie houden. Ja. Want als ik hier naartoe fietste en lekker tot rust kwam, dan hoefde ik niet uren in de file te zitten om naar dit plekje te gaan. Dat is waar. En ik had geen stress van hoe zou het over zoveel kilometer zijn. Ja. Hier kwam bijna geen kip. Ik heb hier in al de jaren dat ik hier kwam, en ik ben hier honderden keren geweest inmiddels, denk ik misschien 10 keer iemand ontmoet op deze plek. Wat grappig zeg. Ja, het is echt een beetje een zij, ik zal het even laten zien, een zijpaadje. Dit is dus je favoriete plek in deze buurt. Ja. En waarom leg je volgens mij net uit, maar wat is echt de reden? Dat je dit zo'n mooie plek vindt? Een bankje waar je even lekker kunt relaxen. En uitzicht op gewoon een mooi stuk bos. Ja ik heb hier verschillende mooie dingen gezien, zoals ik al zei. Ja. Ik hoorde hier vaak als eerste de fluiter. De fluiter, oké. Ergens zo rond Koninginnedag. Voor mensen die dat niet kennen, wat is dat voor vogeltje? Een klein zangvogeltje. Een van de laatst terugkomende zangvogels. Meestal eind april, begin mei. En dat beest heeft een zang, je moet het eigenlijk opzoeken op Google, dat is tegenwoordig altijd heel makkelijk. Dat alles op. Een hele mooie ratel, waarbij die zo
intensief ratelt dat het lijkt alsof hij uit elkaar kan barsten. Sowieso. Ja, en ik weet nog, mijn eerste fluiter hoorde ik ooit in de Kroondomeinen bij Apeldoorn. Ja. En dat geluid herkende ik omdat ik thuis een grammofoonplaatje had waar het geluid van de fluit op stond. Zo werkte dat toen, gewoon een grammofoonplaatje. Dat is cool, ja. En dat kon je niet meenemen het veld in. En nu ga je dus het veld in en dan denk je van, hé, wat hoor ik daar? Even luisteren, even opzoeken op vogelgeluiden.nl. Ja, oh, dat is leuk. Ja. Ja, dat ging inderdaad heel anders. Ja. Ik weet nog dat ik met een transistorradiootje wel eens liep. Maar... En dat je eindeloos moest vooruitspoelen, achteruitspoelen. Ja. Ja. En wat wou je nou? Je wou nog wat zeggen volgens mij. Nou, hierover, ik zit hier in de buurt van Havikhorst. Ja. En dat is jaren achtereen bewoond geweest. En ik heb hier een keer gezeten dat er een vos op zijn dooi gemakkie kwam van rechts aanlopen. Yeah. En die havik ineens heel fel roepend, die dook dus zo op die vos. Cool. En ik heb nog nooit een vos zo hard zien lopen met staart tussen zijn benen als het ware. Wow, wow. Met die havik achter hem aan. Yeah, yeah, yeah. Die havik zal hem niet zo gauw gepakt hebben, maar die joeg hem wel even heel effectief weg. Even wegwezen hier. Ja, en wat ik hier verder gezien heb, veel reeën die je dan door het bos lopen. Zwarte specht, de havik regelmatig roepend omdat zijn horst hier vlakbij zat. Ja. Zwarte specht, groene specht, ja, wat heb ik hier niet gezien eigenlijk. Mooi. Ik zou zo'n lijstje moeten maken van, van de vogels die ik hier gezien heb. Ja, ja, mooi zeg. Ja. Leuk. En wat is je favoriete vogel? En waarom? Heb ik niet. Heb je niet? Ik heb geen favoriete vogel. Ik vind de ijsvogel prachtig als ik hem zie. Dat is natuurlijk heel spectaculair. Ja. Daar heb ik ooit deze verrekijker mee gewonnen met de ijsvogel. Ja. Op een zovendag was er een prijsvraag van. Je moest een aantal prachtige aquarellen beoordelen. Ja. En je moest een beetje nagaan, wat zouden de meeste mensen nou als mooiste aquarel kwalificeren? Ja. En toen had ik eerst een aquarel van, ik meen van staartmees of appelvinken. Ja. Maar toen ben ik gewoon heel opportunistisch gaan denken van, de meeste mensen zullen wel ijsvogel zeggen. Ja. Ik denk, weet je wat, neem ik ook die ijsvogel. En ik heb er nog een mooie zin bij bedacht, een slagzin. Oh, okay. Kijk. En toen kreeg ik deze prachtige Zeiss 10x25B verder kijken. En dat is geen... En dat is geen kattenpis. Dat is echt een hele bijzondere, een hele goede kijker. Past in mijn borstzak. Kijk, en ik heb hem heel vaak bij me. Wat leuk. En hij is reuzehelder. Mooi, ja. Dus... Dat is niet verkeerd. Nou, mooi antwoord, dankjewel. En als laatste, om af te sluiten... Heb jij een tip voor mensen hoe ze de natuur zelf kunnen gebruiken om gezond te worden? Dat kan fysiek zijn, mentaal. Ja, kijk, als je gaat mountainbiken of gaat wandelen of hardlopen, kun je dat natuurlijk lekker in een natuurgebied doen. Uh-huh. Dan zou ik zeggen, doe dat vooral ook en hou rekening met de omgeving. Ja. Dat je niet gaat mountainbiken op een plek waarvan je kunt bedenken dat het niet zo handig is. Ja. Ga gewoon naar buiten en loop niet de gebaande paden in de zin van paaltjesroutes zijn leuk om te volgen, maar kies vooral zelf een weg en denk van hey, rechtsaf zou moeten, maar linksaf is veel leuker. Geniet van de lucht, de geuren, de vogelgeluiden. Ik zeg wel eens, je hoeft de vogels niet bij namen te kennen om toch te kunnen genieten. Ja. Ja, en misschien dat je dan uiteindelijk wilt weten van, hé, wat is dat nou? Ja. Maar in principe is dat helemaal niet nodig. Nee. Oh. En nog even over die favoriete vogels. De ijsvogel noemde ik, maar ik vind als ik in de tuin zit en ik zie een koolmees druk bezig op de voerplek, of een huismus of een ringmussen met elkaar aan het bakkeleien, wie er het eerst op de silo mag, dan vind ik allemaal prachtig. Ja. Dus ik heb niet echt een... Misschien dat ik zeg van, nou, de gekraagde roodstaart vanwege zijn kop, die mooie witte streep, wenkbrauwstreep, dat is misschien wel, dat vind ik een hele mooie vogel. Staat maar ergens in je top 10 lijstje. Ja. De gekraagde roodstreep vind ik wel heel erg bijzonder. Ja, hij is het ook. Ja. Ah, leuk. Ja. En het winterkoninkje wat altijd bij ons achter zit en wat waarschuwt als hij een bepaalde ratel doet, dus een alarm roept, dan denk je, er is een kat in de buurt, of er is een ekster, of er is een gaai. Ja. En dan kun je de klok op gelijk zetten. Oh, wat goed zeg. Leuk. Ja. Super. Zo heel even luisteren naar de vogels hier. Ja, je hoort van alles. Super. Zomaar vijf soorten tegelijk. Ja, welke? De vink. Ja. Roodborst. Ja. Winterkoning. Ja. Merel. Boomkruiper. Kijk, fantastisch. Hey, super bedankt. Vond het hartstikke leuk dat je meedoet en dat je de eerste was die dit wilde doen. En mochten we zo'n vraag hebben, opmerkingen, dan kan je het altijd posten. Ja, precies.
Nog even het bankje. Oh, ja. Hier stond dus een bankje, dat heeft men weggehaald. Ja. Omdat het niet zo, op zo'n niet zo goede plek stond. Nou, voor mij stond het op de plek. Ideaal. Het kon niet beter. Ja. Dus dit is mijn alternatieve bankje. Alternatieve bankje. Twee boomstronken die ik ooit had neergelegd om mijn voeten op te zetten. En gewoon laten... Die zet ik nou op elkaar en daar perfect. Zit ik dan. Oh, dus dat kan ook. Nou, die moeten ze dan wel laten liggen. Hey, super. Bedankt. En bedankt voor het kijken allemaal. Tot de volgende keer. Hoi.